Hoewel pas 2 wedstrijden gespeeld, is het toch een beetje kommer en kwel. Beide ploegen allebei nog niet gewonnen. En dan wil je winnen voor het vertrouwen. Helmond Sport natuurlijk in eigen huis wil een signaal afgeven. En hier bijna Bordeaux. Maar Stevens mag zich dan eigenlijk al held van de avond noemen. En reageert ook prima op de inzet van deze middenveld. Hendricks, Coët is eigenlijk nog niet heel veel daarvoor in geweest. Hier de kogel. Ja, maar Kiet, je laat de kogel ontsnappen. Die kan zijn eerste van dit seizoen maken. Hij mag het zich aantrekken. Staat er 4 minuten in voor de geblesseerde van Koetsveld. En Go Ahead viert feest. Hendricks in de rol van aangever. En de kogel dus als doelpunt te maken. Kijk maar naar Marquiet. Die staat geparkeerd. De kogel niet. En zo komt Go Ahead Eagles misschien wel iets tegen de verhouding op een 1-0 voorsprong. En dan heeft Go Ahead de smaak te pakken. Langendijk. Het scheelt een meter. Het had Go Ahead Eagles een zeer comfortabel gevoel gegeven als deze erin gegaan was. Spanning van de gezichten af te lezen. Of is het vervelend? Dat kan bijna niet, want Helmond Sport jaagt in het tweede bedrijf op Stevens en de goal. Maar komt er niet langs, ook deze Edwards niet. Nou, de moet erin. Zegt dan de trainer, Hendriksen. Want je hebt nog even en ja, hier is de beloning. Nadat Stevens alles en iedereen in de weg stond, is er geen antwoord te formuleren op deze inzet van Thomassen. De 90 is al gepasseerd. Als hier de ingooi is, de bal slim wordt teruggelegd en Thomassen zegt dank u, zo moet het dus. Helmond kan er blij mee zijn. Het viert dit punt als een overwinning. In Deventer heeft men een kater.